Vandaag weer een bijzondere dag voor mij. Tevens ook een droevige dag eigenlijk, maar ja, we gaan door, ja. Maar mijn mannetje had vandaag jarig kunnen zijn, dus daar staan we weer eventjes bij stil. Mijn nieuwe neusring zit erin en daar ben ik weer blij mee. Ja, komt helemaal goed. En ik ga nog lekker genieten, want het zonnetje die schijnt een beetje. Het is wel bewolkt, maar ook blauwe lucht. Ertussen. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag. En het is de 7e van de 6e 2022. En we leven om 10 uur 37. Ik ga zo met de meisjes even lopen. Ja, komt helemaal wel weer goed. Vandaag weer een bijzondere dag voor mij. Tevens ook een droevige dag eigenlijk. Maar ja, we gaan door. Ja, Maar mijn mannetje had vandaag jarig kunnen zijn. Dus daar staan we weer eventjes bij stil. Er zijn heel veel die het weten, maar er zijn ook heel veel, ja, die gaan ook door en die komen niet meer, wat dan ook. En degene die wel komen, nou ja, die zijn welkom. Ja, simpel. Ik ga nergens meer achteraan bellen of wat dan ook. Komen jullie, we hebben vandaag feestje. Ja, we zouden zijn verjaardag altijd blijven vieren, maar dan op de manier het leven vieren. Ja, dat. Nou ja, komt er niemand, dan doe ik het toch zelf. En Karin komt sowieso, doe ik het met Karin. En Claudia, mijn huishoudelijke hulp zou komen, dus ja. Wie wil er nog meer komen? Ja, kom maar gerust hoor. Mijn deurtje staat altijd open, mits ik weg ben. Ah. Maar oké, ik vind mijn haar een beetje vreemd zitten. Zit een bobbeltje hier, maar ja, ik heb het wel netjes gedaan. Maar het valt zo eenmaal, ik kan er ook niks aan doen. Moet ook weer gewassen worden, ook dat. Maar ja, ik nog even wat voor. Maar in ieder geval, ik moet om 12 uur bij die winkel wezen voor die piercing. Ik heb dat ringetje eruit gehaald gistermiddag. Want ik bleef met een handdoek erachter hangen en dat deed zeer. Dus ik denk dan maar weer een knopje erin. Maar vanmiddag zal er een ringetje erin komen. Dus het komt helemaal goed. En wat de dag ons verder dus gaat brengen, weet ik ook niet. Nee. Dan enkel dat Claudia komt. Nou ja, die zou weer een hele middag blijven, geloof ik. Want ja, ze loopt weer op achter, omdat ze vaak heeft moeten verzuimen vanwege het overlijden van haar tweede oma. En ja, en ze lag met migraine op bed. Nou ja, dat kan allemaal gebeuren. Ik heb zelf ook regelmatig migraine, dus ja, ik weet wat het is. Het is geen lolletje en ook om iemand te verliezen uit je familie is ook geen lolletje, nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook weer te doen. En gewoon doorgaan met die banaan. En geniet van alles met wat je doet. Maar geniet ook weer met ons lekker mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga even de hort op. Want ik zit hier half te slapen. En dat wil ik niet, anders slaap ik vannacht niet. Mary is geweest. Claudia is geweest. Karin die is geweest, enkel Karin die werd moe en die is maar gaan slapen. Mijn nieuwe neusring zit erin en daar ben ik weer blij mee. Ja, komt helemaal goed. En ik ga nog lekker genieten, want het zonnetje die schijnt een beetje. Het is wel bewolkt, maar ook blauwe lucht ertussen. Dus ja, ik ga even van het zonnetje genieten. Dus het komt allemaal goed. En die gaat mee. De rits. Dus gaan we even kijken of ik een nieuwe rits voor Mary kan scoren. Want dan kan ik ook met haar trui aan de gang. Dan is die ook klaar. En dan heb ik nog wat te doen. En dat is weer heel erg moeilijk. Want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar dat zal me wel lukken. Ja. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Doe het met lach. Probeer ik ook altijd te doen.